Momenten zie je. Ik ga eerst een shotje nemen. Ik ga eerst niet een mixie maken of zo. Eerst een shotje, dan weet ik ook echt hoe het is. Met deze grote fles, mijn eigen vodka. Daar gaan we. Shotje. Oké, nou, ik ben benieuwd hoor. Zal me benieuwen. Het ruikt nog steeds een beetje gek fruitig of zo. Op zich wel een beetje naar vodka. Dan gaan we dan. Proost. Oh, zo. Het is van aardappel gemaakt en besef dat even. Wow, ik had nog nooit zo'n aardappel gehad, joh. Oké, heel eerlijk, het is niet echt smooth. Dat had ik ook wel verwacht. Ja, ik weet niet hoe die vodka destilleerderijen dat doen. Ik snap het niet. Misschien dat ze iets van suiker later nog toevoegen. Maar het is schone alcohol, dat is het zeker. Het is 40% puur. Alleen, oh, het zit zo, het brandt zo naar. En normale vodka, ik weet niet hoe ze het doen, maar ze maken het toch wat zachter of zo. Dus wat dat betreft is het wel een spicy vodka.